Het engste spookhuis van de Benelux moest het worden, dus de verwachtingen lagen hoog. De Honeg Halloween Nights in de Fasim. Donderdagavond ging het evenement officieel van start. En dat was een mooie start, want er kwamen heel wat nieuwsgierigen op het spookhuis af. Aan het begin van de avond stond de verslaggever klaar met iemand die je wellicht kent uit Utopia, Karin de Wolde. Zij mochten samen het eerste rondje maken door het spookhuis. Gaan we. Heb je er zin in? Ja, we gaan het zien, hè? Ja, we gaan het zien. Oh god, daar gaan we. Daar gaan we. De organisator van het spookhuis, Michael Snoek, heeft een drukke avond. Nou, we zijn net begonnen. De acteurs staan op hun plek en de eerste groepen zijn er doorheen. En volgens mij gaat dit een zeer geslaagde Halloween worden. Na 25 minuten lopen door de verlaten gangen van de Fasim en heel wat schrikmomenten, is het weer tijd voor de volgende groep. De avond is na de ronde door het spookhuis niet afgelopen. Er wordt nog volop nagepraat. Nou jongens, zo was het dan. Ik ben uiteindelijk toch terug. Ik heb het overleefd. Ja, het was echt heel eng. Het was echt heel eng. Tot zondagavond 12 uur is het spookhuis nog geopend voor de horrorliefhebbers.